Vandaag was een prima nazomerdag met vanmiddag 21 graden en genoeg ruimte voor de zon. De komende dagen verandert niet veel, maar de herfst komt dichterbij. Goedendag. Mistkansen die worden geleidelijk aan groter, want een hoge drukgebied ligt in onze omgeving en zorgt ervoor dat het tamelijk rustig weer is. Dat is ook op de weerkaarten te zien. Storingen blijven voorlopig op afstand boven Engeland en Ierland. En in ons land is het zo goed als droog. Vanavond zal de wind al geleidelijk aan gaan afnemen. Het is een heldere avond en bij zonsondergang ligt de temperatuur rond een graad of 16. Daarna daalt de temperatuur naar zo'n 8 graden in het oosten van het land tot zo'n 13 graden vlak langs de kust. Tijdens brede opklaringen kan plaatselijk mist ontstaan en ook zijn er wat wolken mogelijk. Morgen kan de mist hinderlijk zijn in de ochtendspits, maar daarna komt de zon toch wel geregeld tevoorschijn. 'S Middags ziet het weerbeeld er zo uit. Op veel plaatsen geregeld ruimte voor de zon bij een temperatuur van 20 of 21 graden. Maar er zijn ook dikkere wolken en vooral in het noorden van het land is kans op een enkele bui. Maar op veel plaatsen denk ik dat het wel droog zal blijven op de vrijdag. Heel droog ook in het weekend. Nou, misschien een enkel buitje in het zuiden van het land op de zondag, maar verder droog en rustig. Met vooral op zaterdag in de ochtend opnieuw grote kans op mist. 'S Middags komt de zon weer tevoorschijn en dan is het best wel aangenaam. Na zomerweer met 21 graden. Op zondag hetzelfde verhaal met 20 graden in de middag, maar wel dus kans op een enkele bui. Na het weekend gaan we langzaamaan richting de herfst, want de temperatuur gaat omlaag. Op woensdag wordt het hooguit 16 graden en ook de nachten worden geleidelijk aan frisser. Maar het is wel meestal droog en vooral in de middag schijnt de zon van tijd tot tijd. Ik wens u een fijne avond.